Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie acryl spray verf van Action testen. Dat zijn deze setjes. Ik heb deze een tijdje geleden gekocht. Toen ik ze liet zien in de shoplog, vonden jullie het toch wel leuk om hier een losse video van te zien. Dus ik ga deze vandaag uittesten. Ik wil meerdere manieren gaan proberen. Dus ik ben zelf ook wel heel erg benieuwd hoe deze sprayverf zal gaan bevallen. Dus mocht je benieuwd zijn of deze setjes echt werken, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, ik heb 4 setjes. Het zijn, je krijgt 3 flesjes en in elk flesje zit 50 ml aan spray. In dit setje is de middelste kleur een neonkleur. Dus deze is neon. Dan heb ik hier ook nog zo'n setje. Deze is ook met neon. Hier zitten wat meer blauw tinten en zwarte tint in. Dan hebben we deze. Ook hier is de middelste kleur een neonkleur. Dit zijn de groene tinten. En ik heb nog deze tinten. En ook hiervan is de middelste een neon. Je kunt het eigenlijk al wel een klein beetje zien. Ik heb deze setjes toen de tijd voor €1,74 per stuk gekocht. Ik weet momenteel niet of ze er nog zijn bij de Action, doordat het assortiment zo wisselend is. Maar goed, ik ga ze uittesten. Zoals ik zei, ik wil dus meerdere eigenlijk dingetjes gaan proberen hiermee. Dus laten we gewoon maar eens eventjes gaan kijken wat deze verf gaat doen. Ik heb voor de zekerheid eventjes een krant neergelegd, want ik weet niet of de verf doordrukt en ik zou het zonde vinden als het op mijn tafel terecht komt. Ik heb hier allereerst eventjes een wit blaadje gepakt. En de eerste test die ik wil gaan doen is met deze stencil set. Deze heb ik ook gewoon bij de Action gekocht. Dit zijn een soort van schablonen. Daar wil ik het als eerste eventjes mee gaan testen. Je krijgt je 5 schablonen. Je kunt deze ook gebruiken met potloden. De verf is op waterbasis. Dat is natuurlijk ideaal. En je kunt hier canvasdoeken mee beschilderen. Papier, karton en hout. Je moet ze goed schudden voor gebruik. Na gebruik moet je de fles ondersteboven houden en spray het te veel weg. En je moet hem afdrogen met een spraymondstuk. Oh, je moet hem afdrogen rond de spraymondstuk. Ik denk al, die zin die klopt niet. Nou, ik ga even de stenseltjes openmaken. En dan wil ik allereerst eventjes gaan kijken of ik er een stenseltje mee kan vullen. Het zijn transparante transparante blaadjes. Ik ga hem heel even vastzetten met een plakbandje, dat hij niet kan weglopen, zeg maar. En dan ga ik beginnen met de groene. Ik zie hier zelfs in het blauwe een beetje glitter zitten. Dus ik ga hem even heel goed schudden voor gebruik. Dan ga ik hem gewoon opsprayen. Dus ik ben benieuwd. Nou, dit ging heel makkelijk. Ziet er wel leuk uit. Ik laat hem natuurlijk even drogen. En misschien is het leuk om voor het effect ook nog met een ander kleurtje eroverheen te gaan. Dan zat ik te denken aan een neonkleur. En misschien is het leuk om daar blauw bij te gebruiken. Ik zie inderdaad wel dat hij een beetje groen aanloopt. Dus ik moet hem straks eventjes goed afdrogen. Eventjes hem openmaken. Dan ga ik met een neonkleur eroverheen. Deze kleur is dat, de blauwe. Gewoon even kijken. Oké, ik heb zelfs toch op mijn tafel gespreid, zie ik nu. Maar omdat het op waterbasis is, denk ik dat dat nog wel meevalt. Je ziet wel dat je hele papier eronder komt te zitten. En ik ben ook wel heel benieuwd of ik uiteindelijk de schabloon schoon ga krijgen. Maar goed, dat moeten we eventjes op wachten, want dit moet even drogen. Dus we kunnen hem straks eventjes gaan bekijken.
Dus deze ga ik even wegleggen en dan wil ik nog een andere techniek met jullie gaan proberen. Ik heb er eventjes een schoon blaadje gepakt. En nu wil ik deze verf in combinatie met stempels gaan proberen. Dus wat ik eerst ga doen, ik ga een leuke combinatie maken van wat kleuren. En daar wil ik dan overheen een patroon gaan maken. Daar ga ik ook weer de schablonen voor gebruiken. Maar eerst wil ik dat eens proberen. Het leek mij heel erg leuk om met de rode kleur te gaan werken dit keer. Oké. Okay. Zo. Doe ik niet te veel, want ik wil wat meerdere kleurencombinaties gaan gebruiken. Ik wil ook bijvoorbeeld met de paarse kleur gaan werken. Daar ga ik dan een beetje mee overheen zo. Voor een leuk kleurverloop. Ja, ik moet het natuurlijk straks eventjes goed schoonmaken. Dit is natuurlijk nu nog wel heel erg nat. Dus ik ga heel even wachten tot dit droog is. En dan ga ik ondertussen eventjes proberen om de spraymondjes schoon te maken. Om te kijken hoe dat werkt. Ik heb even een stukje keukenrol gepakt. En je ziet dus inderdaad dat het spraymondje een beetje kleurt. Dus ik ga gewoon eventjes met een beetje keukenrol eroverheen. Om te kijken of die een beetje schoon wordt. Omdat het op waterbasis is, denk ik dat je met water best wel ver komt. Je zult hem echt niet helemaal brandend schoon meer krijgen. Maar nou is hij in ieder geval even afgeveegd, zeg maar. En dan kan het dopje er weer op. Dat doe ik ook eventjes met alle andere kleurtjes uiteraard. Omdat je toch wel wat uitloop ziet, wat logisch is. Het drogen gaat best wel langzaam, want deze droogt echt nog steeds voor geen meter. Zo. Je ziet zeker wel verschil. Ze worden niet meer brandend schoon. Maar oké, je hebt in ieder geval het goed afgeveegd, zeg maar. Je ziet ook inderdaad wel echt dat er wat verf vanaf komt. Dus op zich is dat niet heel erg. Zo. En dan even nog de paarse kleur. En dan ga ik zo ook gelijk even mijn tafel doen. Zo, dan zal ik eens even over mijn tafeltje heen gaan. En inderdaad, je krijgt het er heel makkelijk af. Want ik heb het er nu al af, dus dat scheelt. We wachten heel even tot deze gedroogd is. En dan ga ik even de techniek laten zien die ik dus daar nog mee wil doen in combinatie met stempels. Ik heb het blaadje inmiddels een beetje laten drogen. Hij krult een beetje op, want ik heb hem even op de verwarming gelegd. Dan heb ik hier weer een schabloontje. Die ga ik hier gewoon opleggen. En nou lijkt het me dus leuk om met stempels. Ik heb hier even het bakje gepakt. Ik zit even te kijken. Ik denk dat ik voor Cosmos ga. Dat zijn die chalk ink pads die ik hiervoor ga gebruiken. En daar gebruik ik dus de inkt blending tool bij, die ook van de Action komt. En daar plak ik eventjes een sponsje op. En dan ga ik dus daarmee deze instempelen. Dus ik ben heel erg benieuwd of dat lukt. Om te kijken wat het effect dan wordt als je de spray dus als een soort achtergrondje gebruikt. Ik weet niet of ik nou de juiste kleur heb gekozen, want jawel, ik zie hem al wel. Kost wel even wat tijd natuurlijk.
Zo, ik heb het hele patroontje inmiddels ingestempeld. Nu ga ik hem eraf halen. En dan zie je dat er een patroon in zit. Ik heb wel alleen voor de verkeerde kleur gekozen. Want ik had hem eigenlijk met zwart moeten doen. Maar dan zie je dus dat er een patroon in zit. En dat geeft dus ook wel een heel leuk effect als je dus de sprayverf eerst aanbrengt en dan een patroon. Maar het was met zwart wel beter geweest. Omdat dit eigenlijk een meer paarse kleur is. En ik had eigenlijk verwacht dat die meer blauw uit zou vallen. Maar zo ziet dat er dan dus uit. Dus je kunt wat dat betreft best wel leuke dingen hiermee doen. Oké, het eerste schabloon is droog. Dus die ga ik er nu heel voorzichtig afhalen. Om te kijken wat het effect is. Oh ja, ik had natuurlijk dat plakbandje erop gedaan. En dan ziet dat er zo uit. Dus best wel heel gezellig, moet ik zeggen. Als je kan zien, heb ik nu een patroon van verf in het blaadje gekregen. Je ziet hier en daar echt nog wel dat hij nog wel een beetje vochtig is. Maar het grootste gedeelte is best wel al opgedroogd. Dus ik vind het effect wel heel leuk. Het is natuurlijk wel jammer dat die bovenkant dan ook meegepakt wordt. Die zou je dan het beste denk ik nog eventjes kunnen afdekken. Maar ik vind de combinatie zo wel heel erg leuk. Ik ga ook gelijk even proberen of ik dit schabloon schoon krijg. Want ik ben daar natuurlijk wel benieuwd naar of dat die uiteindelijk ook weer heel mooi schoon wordt zoals die was. Nou, wat vind ik nou van de sprayverf? Ik vind het wel heel erg leuk. Ik heb er nu twee dingen mee geprobeerd. Ik heb het alleen op papier geprobeerd. Ik weet niet hoe het op karton zal zijn of op hout. Maar wat ik ermee gemaakt heb, vind ik wel heel leuk. Ik heb hier dus het blaadje gepakt waar ik het schabloon op gespreid heb. Wat ik echt wel een heel erg leuk effect vind hebben. Het is wel jammer dat de randen ook meegaan. Maar dat is ook een beetje hoe jouw spraytechniek is. Ik ben daar gewoon misschien een beetje ruim in. Maar ik vind het wel super leuk, dit effect. Deze die is wel heel leuk, maar ik heb de verkeerde kleur van de stempel gekozen. Ik had hier eigenlijk een zwarte kleur op moeten gebruiken. Dan had je het patroon nog beter gezien. Je ziet hem hier en daar wel. Maar omdat er ook al paars in de achtergrond zit, was dat een beetje een verkeerde kleur. Maar je kunt er dus wel hele leuke dingen mee doen. Ik weet zeker dat je er nog veel meer dingen mee kon doen. Voor nu was dit even de inspiratie die ik had. Hier is het schabloon dat ik heb gebruikt waar ik overheen heb gespreid met de verf. En zoals je ziet is die weer heel erg mooi schoon geworden. Gewoon met water gaat het er heel makkelijk af. Dus dat is ideaal. Ja, ik vind het in ieder geval wel heel erg leuk. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij vindt van de sprayverf. Of wat ik ermee heb gedaan en wat je van het resultaat vindt. Ik ben ook wel benieuwd of jij deze sprayverf ook hebt gekocht. Of, of je ze toen hebt laten staan omdat je dacht, ja, ik weet niet zo goed wat ik ermee moet doen. Ik hoop in ieder geval dat ik je misschien wat inspiratie heb kunnen geven wat je ermee kunt doen. Maar misschien heb je zelf nog wel leukere ideeën wat je er nog meer mee kan doen. Laat het zeker even weten in de comments. Mocht je nog vragen hebben, mag je die ook altijd stellen in de comments. Ik weet inmiddels niet of Action de spray nog verkoopt, maar 9 van de 10 keer komen producten ook weer terug. Dus mocht het er nu niet zijn, zou je het altijd in de gaten kunnen houden of het weer terugkomt. Want ja, bij de Action is het assortiment zo wisselend dat je dat soms niet weet. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een mail zodra ik een nieuwe video online heb geplaatst. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!